De doos met het trapmateriaal voor de trappen van de kabinet. Alles is toegekomen. De folie. Ik heb een paar dingen ook besteld nog, anders dan de folie. Ik dacht zo een soort plastic, like een creditcardachtig iets om het glad te strijken, om de bubbels eruit te halen. En ook nog een tape met daarin een ijzerdraad. En dan kun je eigenlijk, als je die tape plakt, kun je op die manier je folie eigenlijk gaan snijden. Nee, dat vooral handig gaat zijn voor zo bepaalde vormen erin te krijgen. Ik ga snel even zien wat erin zit. Allicht dat ik hiermee nog niet genoeg heb. Dus ik heb twee kleuren voorlopig. Eén keer 2 en een keer 4 meter. Dus 6 meter in totaal. En dan nog 10 meter van die tape. En dat was in totaal net €100, denk ik. Dat is de grijze folie. Ja, dat is dat kammetje dat ik zei. Dat was €1 of zo, denk ik. Het is allemaal van 3M. Tape met een ijzerdraadje in. Vandaag ga ik een eerste poging doen om een paar stukken te rappen, maar natuurlijk moet ik eerst alles grondig schoonmaken. Dat stuk wil ik zwart en dat stuk wil ik hier zwart. En dan hier van voor, dat is ook nog gemakkelijk. Dat hier wil ik zilver. Mijn ontvetter is niet geleverd, dus ik ga gewoon afwasmiddel gebruiken. Ja, ik ben echt nog maar aan het experimenteren met het wassen en droogmaken. Ik heb al ontdekt, zo die witte doek, dat zijn zo van die pakken met verknipte lakens die zo gecomprimeerd zijn. Dat is geen goed idee, want dat lost zo allemaal kleine stukjes witte stof. En dan dat, die microfiber dingen, dat komt van de Action. Dat is al €5 voor 5 of zo. Daarmee gaat dat nog het beste eigenlijk. Ik ga met die tape hier nu die boord afplakken. Voilà, die tape hangt erop. Ze plakt niet neig straf, maar dat zou kunnen met de kou te maken hebben. Het is niet echt warm op dit moment buiten. Hier zit er een klein dipje in. Moest ik het echt perfect willen, zou ik dat opnieuw kunnen doen. En wel, nee, weet ik, zal het opnieuw doen. Ik ga even vandaar terug gaan voor dat dipje eruit te halen, maar de rest ben ik wel content van. Ja, dus dat is mat zwart. Ja, ik heb nu, dat is op een lengte van 1,50 meter telkens die rollen. Ik heb nu even heel de rol erbij genomen. Ik ga dat gewoon hier in die hoek er tegen leggen. Erop strijken. Het allemaal losknippen. Ik denk dat het makkelijkste is dat je gewoon kleine stukken van die folie eraf knipt. Die zeker groot genoeg zijn om daarover te passen. Voilà, dus ik heb er een stuk afgesneden nu. Juist lang genoeg voor overal rond te gaan. Zo dat kreuken daar moet je niet mee inzetten, hebben ze gezegd. Omdat als je het dan opwarmt, gaan die kreuken daar sowieso uit. Dus ik ga nu proberen dat hier er verder af te trekken en overal verder dat proberen overal bevestigen en dan mijn tape eraf trekken. Kijk, hier is er een scheur in, gelukkig maar juist tot aan waar dat ik het nodig heb. Ik heb die nu losgemaakt hier. Kijk, en hier en daar, dat is waarschijnlijk door de kou, scheurt dat niet mooi. Ik ga het nu een keer een beetje opwarmen en zien of het dan mooier scheurt. Nee, opwarmen om te snijden is niet, want kijk, dan krijg je juist zo'n dingen. Dan rekt heel de folie in plaats van dat ze snijdt. Nee, dan denk ik dat, kijk, en hier ook, hier heb ik dat weer niet meer verwarmd. Maar ik vermoed dat het vooral omwille van de kou is. Tot daar de eerste rappoging. De rest doe ik van de zomer, denk ik. Dus dat is het eerste resultaat wat we hebben geleerd. Misschien dat uw folie niet scheurt, maar ik denk dat dat vooral ook met de kou te maken heeft. En dan die snijtape. Mocht dat niet verhitten, dat is nog het slechtste. En in de kou krijg je zo die gekartelde dingen. Ik vermoed dat dat met de kou te maken heeft. En dan hier heb ik nog geprobeerd of je kunt overlappen wat dat zichtbaar is. En ja, dat is zichtbaar. Want hier was er een stukje uit. Dus ik heb dat nu zo even opgelost. Maar ik ga van de zomer ga ik het opnieuw doen. En ik ga gewoon beginnen met die boog er opnieuw te doen. Maar het is eigenlijk, daar wil ik die boog afwerken. En ik wil diezelfde boog ook daar hebben.